Anna en haar lieve papa, van Kathleen Amant. Het is een speciale dag vandaag. Anna is helemaal alleen thuis met papa. Papa en Anna gaan samen leuke dingen doen. Het wordt een super papadag. Anna en haar papa spelen samen Memory. Ze moeten op zoek naar twee dezelfde plaatjes. Anna is heel goed in dit spel. Ze heeft al een grote stapel kaartjes gewonnen. Papa denkt nog even na. Dan neemt hij weer het foute kaartje. Anna lacht. Zij weet wel waar het juiste plaatje ligt. Ik heb lekker gewonnen, giechelt Anna. Papa kijkt een beetje sip. Maar dan rent hij lachend achter Anna aan. Pas maar op, het memoriemonster zal je pakken. Nee, 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 huilt Anna. Nee, papa, niet kietelen. Maar het is al te laat. Papa kietelt Anna op haar buik. En Anna schatert het uit. Kom, Anna, we gaan nog een paar klusjes doen. We beginnen met de strijk, zegt papa. Papa strijkt met het grote strijkijzer. Dat is heet en gevaarlijk. Anna mag het niet aanraken. Zij heeft zelf een klein strijkijzertje. En daarmee strijkt zij de onderbroeken en de sokken mooi glad. In de tuin is er ook heel wat werk. Papa haalt de grote grasmaaier en maait het lange gras weer kort. Anna heeft ook een grasmaaier, een kleintje. Zij maait de korte grassprietjes nog een beetje korter. Papa, zullen we dan voetballen? Vraagt Anna. Nee, nee, straks gaan we voetballen, zegt papa. Eerst nog de blaadjes bij elkaar harken. Anna zit lekker in de kruiwagen. Papa rijdt een vrolijk rondje door de tuin met Anna. Dat gaat snel en het kriebelt een beetje in Anna's buik. Papa, zullen we dan nu voetballen? Vraagt ze nog eens. En ja hoor, Anna trapt de bal in het doel. Het is 1-0 voor Anna. En al snel wordt het 1-1. En dan 2-1. Oei, zegt papa. Anna, straks komt mama thuis en we moeten nog boodschappen doen en het eten klaarmaken. Anna zit in het fietszetje bij papa achterop. Ze stoppen eerst bij de slager om gehakt en kaas te kopen. Daarna kopen ze wortels, paprika's en tomaten bij de groenteboer. Anna en papa gaan spaghetti maken. Anna mag helpen in de keuken. Ze wast de groenten en snijdt ze samen met papa voorzichtig in kleine stukjes. Papa maakt de lekkerste spaghetti-saus van de hele wereld. Anna, geef je me alsjeblieft de peper eens? Vraagt papa. Het ruikt heerlijk in de keuken. De spaghetti-saus is klaar. Anna en papa dekken alvast de tafel. Want straks komt mama thuis met Lucas en kleine Lars. Anna en papa hebben hard gewerkt. Het eten is klaar en de tafel is gedekt. Nu is het even tijd om lekker rustig een boekje te lezen. Anna zit samen met papa gezellig op de bank. Straks komt mama thuis. Maar Anna en papa zullen er niet veel meer van merken. Want ze zijn in slaap gevallen op de bank.